Hoi en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik voor jullie de inhoud van mijn nieuwe kast laten zien. Want die heb ik helemaal ingedeeld en opgeruimd en zo. Dus dat ga ik aan jullie laten zien. Nou, kijk, dit is mijn nieuwe kast. En dit staat er op mijn kast, dus ik wil even gewoon te laten zien. Hebben jullie alles goed zo helemaal goed moeten kunnen laten zien, maar ik laat het nog een keer zien. Nou, in het eerste laadje zit dit. Hier heb ik dan mijn sieraden neergelegd. Of nou, misschien niet met mijn sieraden, mijn oorbellen. En ja, deze. En hier heb ik allemaal armbandjes, allemaal honden actie, want dat vind ik echt super grappig. Dat ik gewoon iedere dag een andere in kan doen. Dan heb ik in deze kast mijn voorraad shampoos en conditioners. En nou, dit is toevallig, deze gebruik ik heel vaak als masker. Maar, ja, of heel vaak, deze. Maar dan van uit zo'n andere tube. Deze is toevallig van de Action. Maar normaal koop ik altijd 1 plus 1 of zo bij het kruidvat. En dan ook van dit. En, of zo'n pot van dit merk. Maar, misschien weten jullie wat ik bedoel. En verder heb ik dus deze conditioners. Deze is nog van de apotheek. Dat is voor huidschil. Dat klinkt vies, maar dat jeukt echt heel erg. Dus dan gebruik ik dit. En daarmee gaat het ook weg. Dus dan ziet het er ook veel verzorgder uit. Maar ik heb wel het geluk dat je het niet heel erg ziet bij mij. Omdat dat ik natuurlijk lichte haarkleur heb. En deze ook van de Action. Maar die werkt nog niet. Die werkt niet heel goed bij mij. Want daar krijg ik heel erg jeuk van. Dat is echt super irritant. Maar ja. Even kijken dan. Deze la. Hier heb ik een soort van. Ja, was een rommel. Ja, een beetje de rommel la. Hier heb ik namelijk een lekkere. Voor als ik mijn maandelijks periode heb. Heb ik lekker een kruik. Het is lekker warm. Of als ik hele koude voeten heb. Dan een tekening die mijn opa voor mij heeft gemaakt. En mijn, hoe noem je dat? Kalender. En een hele grote tas met daaronder heel veel kledinghangers. Dat is waarschijnlijk niet zo heel erg boeiend. Dan heb ik hier een regen, skijas. Een tussenjas. Mijn paardrijjas. En hier heb ik onder heb ik ook nog allemaal jasjes en bomberjakjes en zo. Die ik gewoon nu niet gebruik op dit moment. Omdat het te koud is. Of omdat het te dik is om over een trui te doen of zo. Dan deze la. Even kijken. Heb ik tassen in. Die ik nog allemaal gebruik. En hier een kindtas. Een stoffentas. Een plastic tas. Een BH tas. En mijn voorraad dingen. Ik heb deze laatst gekocht. En dan ga ik dus voor het eerst gebruiken. Deze. En deze wel voor onder de douche. En deze. Dus ik ben benieuwd of die heel fijn gaan zijn. En ik heb laatst, waren deze weer een euro. Dus heb ik er 2 gekocht. En ik had er nog eentje. En verder heb ik hier nog deo's in. Nog een deo van Odorex. Een After Sun. Een mist. Ja, een body mist. Een Zwitserland deo. Nog meer deo's. En nog een douche van Vogue. Ik kan nog wel even vooruit. Oh, dan heb ik hier al mijn minis. Maar dat is niet heel erg boeiend. Dus dat. Even kijken. Dan heb ik hier. Oh. Heb ik al mijn tassen. Ik heb hier een tas. Ja, dat is echt hier allemaal. Tassen. Snoopy. En hieronder heb ik dan 2 strandtassen. Een klein tasje met paardentasjes. Met printjes. En van Disneyland Parijs nog een tas. En hier heb ik mijn paardrijspullen. Paardrijbroek, winterrijbroek, sokken, vest. Nog meer sokken. Nog meer sokken. Een regenbroek voor als ik op de fiets moet. Trui, dus ik gebruik ook mijn oude trui voor het paardrijden. Nog een rijbroek en bodywarmer. En dan zit er dit in mijn kast. Heel leuk. En dan wilde ik ook nog erbij
bij deze, na deze kast laten zien. Want hier hoort er wel een beetje bij. Want er zitten ook allemaal verzorgingsproducten in. Dus het lijkt me ook nog een keer leuk om te laten zien. Want dat heb ik ook weer helemaal uitgezocht en opgeruimd. En dan heb ik dit, kennen jullie wel. Heb ik dit er. En dit. Zo, en dan hier een bakje met armbandjes. Hier is scrunchie, die moet ik nog opruimen. Kaars. Deze had ik ooit van de McDonald's. Vond ik wel grappig. Van honden namelijk. En hier zitten allemaal prutseltjes in. En van die knijpdingen. Ik weet niet meer hoe je die noemt. Die knijpdingen. Squishies of zo. Die kun je knijpen. Klinkt echt heel verkeerd. Maar die kun je knijpen. En hier dan kettingen. En deze zijn voor aan een, aan een broek te hangen. Dan heb ik hier al mijn lipsticks en highlighters, blusjes en nog wat overige dingetjes. En hier heb ik mijn oogschaduws en palettes en zo. Reserve mascara's. En dan heb ik hier nagellakjes, een handcreme, nagelstickers. Ik heb hier een processierups. Hier ook. Oh, en een menthol gel daarvoor. En glitters voor in de zomer. Handgel. Wat is dit? Wat is dit? Oh, stickers. Zonnebrillen hier. En hier nog een bedbon. Hier zitten ook allemaal sieraden in. En hier zit haardingen, haaraccessoires en borstels in. Dan heb ik hier allemaal mijn etuis. En daarachter nog wat riem zie ik. En een 3D-bril en wat portemonnee. Deze is niet belangrijk, maar dit is dus mijn voorraad vrouwelijke la. En hier heb ik dan, mijn patch. Oh, hij is een beetje misvormd. Nee, ja. En heel veel handschoenen heb ik. Nog meer handschoenen, sjaals. En daaronder heb ik nog een bed. Eigenlijk draag ik die nooit. Alleen als ik heel erg lang en ver in de zon ga. Want dat kan ik echt niet tegen. Ik denk dat ik deze hier ga leggen. Hier heb ik net wat meer ruimte. En dan blijft hij wat mooier. Zo. Dat dus. En dan was dit deze la. Nou, dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet er al geen duimpje omhoog te doen. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan. Tot de volgende video. Doei!